Volgende week gaan we een splinternieuwe actie doen bij Q Music en mijn charmante assistente gaat ze nu aankondigen. Bewijs wat je kunt en win klinkende munt. €2.500 als jij iets kan doen wat een ander niet kan. Maar dat mag zot zijn, dat mag straf zijn, dat mag creatief zijn. Maakt niet uit, als jij iets kan, doe maar. Geef eens een paar voorbeelden. Ja, iets unieks, bijvoorbeeld je kan 20 duvels opdrinken in 1 uur tijd. Jo, dat is wel chic. Dat kunnen we niet, kunnen we allemaal. Hè. Maar je kan bijvoorbeeld de Brabantsonne fluiten op je grote teen of zoiets. Of je kan op je handen de 400 meter binnen de minuut lopen op een atletiekpiste. Of blokkenfluit spelen door je neus. Bijvoorbeeld, of je kan Barack Obama aan de lijn krijgen binnen de 2 uur. Zoiets. Laat het ons weten en als je kan bewijzen dat je het kunt, dan win je klinkende munt €2.500. Inschrijven kan via de website qmusic.be en dan mag je misschien tussen 6 en 9 bij ons of in de namiddag tussen 4 en 6 bij Wim en Anke komen tonen wat je kan. Veel succes, tot volgende week. En Sven, die kan ook iets. Hè Sven? Je hebt het vanochtend nog getoond in de studio. Maar ja, dat was een beetje... Ja, maar nee, ik vind dat wel tof als je het even toont aan de luisteraar. Dan heeft hij ook een idee van wat de bedoeling is. Dat is toch belachelijk. Dat is eigenlijk zo. Dus ook, dat is echt... Sven kan wandelen op zijn knieën, hè Sven? Ja, ik kan wandelen op mijn knieën, ja. Jawel, dat is toch tof? Dat is toch uniek? Moet ik bewijzen? Ja. Het is echt zo stom. En dat is dan zo'n filmpje dat dan op het internet rondgaat. Oké, okay. Dus we zijn een soort van kleermaker, dat is echt belachelijk. Hè? Eerst in lotushouding. Ja, eerst. Het, ja. Niet, gewoon niet gewoon kleermaker, maar zo. Lotushouding. En dan het andere voilà. Been. Zo, ander been. Okay. Ja, en dan is het eigenlijk, moet je op de knieën zetten en dan proberen te lopen. Ik ga nu naar. Ik zal het tempo aangeven. Ja, €2.500. Ja, goed. €2.500. Bewijs dat je kunt of sla een stomme rund. Q music, Q is good for you.